dit is gewoon de ideale plaats voor mij, weet je wel. Ik bedoel, serieus. Een woestijn, oh nee, snik heet en bla bla bla. Ik ben zo blij dat de zomer voorbij is, maar nee, snik heet, bla bla bla. En hier vriest het gewoon. I love it. Ik hou van vries. Ik hou van kou. Geef me weer kou, alsjeblieft. Echt, ik hou van de winter. Mario, je bent een aansteller. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey Part 2. In de vorige aflevering, Mario is flink verslagen voor de verandering een keertje door Bowser. En in deze aflevering zijn we in het woestijnrijk terechtgekomen waarin het blijkbaar heel erg koud is. Nou, het punt is, dat zijn de lokale munten, paarse munten bij elke allemaal. Het is heel belangrijk om de checkpoints te raken. Ik heb nog geen shop laten zien, daar heb ik geen zin in. Want het probleem is, we kunnen nog maar heel weinig in dit level in verband met... Ja, het probleem is echter, alles is bevroren. Dus je moet eerst de main story ding doen voordat je de rest kan doen. En die wil ik zeker gaan doen. Dus, laten we daarmee weer gaan opschieten. Ik ga proberen alle paarse muntjes ook te pakken te krijgen. Ze zijn niet echt belangrijk om alle manen te krijgen. Maar het zou wel leuk zijn om ze inderdaad allemaal te pakken te kunnen krijgen. Dus ik ga mijn best doen om die ook allemaal te halen. Net zoals hier bijvoorbeeld. Dit is een side missie. Hier kun je, hier zou je dus, 2 manen kunnen halen. Maar het spel heeft nou zoiets van, nee, je moet eerst naar de storyline. Ook al is het open world. Kijk, de voetsporen van Bowser. Ja, ik weet dat dat de voetsporen van Bowser zijn. In ieder geval, de wereld is super groot. Ja, als je een checkpoint... Ik weet hoe dat werkt. Moet je kijken hoe groot dat deze wereld is. Want dit is dus de era van open world. Tot Nintendo dus dacht bij zijn eigen van... Kom, we gaan even alles open world maken. Ik bedoel, vergeet niet, hè. Je hebt ook Breath of the Wild. En nou weet ik waarschijnlijk dat er in de eerste van... Oh, ga je nou ook dit doen? Ga je nou ook dat doen? Ga je deze let's play doen? Jongens, nogmaals. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik weet dat ik nu tijd heb... om eventjes een paar afleveringen weer te kunnen maken, weet je wel. En tot ik dus genoeg tijd heb om een serie zelfs neer te kunnen zetten. Maar ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Ik weet niet of het nog een serie gaat worden. Maar deze serie in ieder geval, die gaan we zeker maken in de oude Let's Play-stijl. En dat maakt het dus ook een stuk makkelijker. En ook, meer motiverender om deze ook gewoon helemaal te laten gaan. In ieder geval met mijn studio is nou zo aangepast dat het een stuk makkelijker is om dingen te halen. Deze hebben een appelkleur, dus ik denk niet dat het nog een banaan gaat worden. Deze banaan is nog niet rijp. En een stenen blok, wat leuk. Bullet bills trouwens, die zijn wel grappig. Als je daar je pet op gooit, dan kun je dus de bullet bill besturen. Je kunt een stuk sneller gaan. Alleen ze kunnen maar een bepaalde afstand halen. De scheve pilaar. We hebben trouwens hier ook heel vaak de grap gemaakt van... je hebt een maan, weet je wel, van... je hebt nu een maan. Je hebt een maan. Start het spel op. Je hebt een maan. Want bij sommige dingen krijg je zo makkelijk een maan. Dus ja, dat vind ik een beetje het nadeel van dit spel. Van ja... Aan de ene kant, het is heel erg leuk dat je er zoveel kan verzamelen. Maar aan de andere kant, het voelt niet rewarding. Ik heb een hele moeilijke maan gevonden. Ja, maar manen unlocken niks. Ik bedoel, echt serieus. Als wij hier alle manen gaan halen, bij wijze van spreken. Wat we ook gaan doen. Dan heb je dus al gelijk het probleem van... Ja, in het volgende level moet je ook zoveel manen halen... voordat je weer naar de volgende level toe mag. Dus het is niet zoals in Mario 64, zeg maar. Op het moment dat je de 70 had gehaald... dat je dan het spel kon uitspelen. En dan had het niet manen, maar sterren. Maar je snapt wat ik bedoel. Oh, dit is ook leuk. Ploink, 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 ploink. Altijd leuk. In ieder geval, ik weet dat ik nu heel erg veel dingen eventjes passeer en alles... maar dat heeft gewoon te maken met... Ik wil zo snel mogelijk alles openen, waardoor dat we dus gewoon zoveel mogelijk manen kunnen halen in een aflevering. Dus we doen nou eerst eventjes gewoon de storyline. En ja, natuurlijk niet te vergeten de paarse muntjes die een beetje blauw zijn. Haha, ik ben daar geraakt. Oh, wat ben ik dom. Ben ik dom! Wacht even, is dat dan niet een secret to everybody? Oh, hallo meneer de Bully Bill. Ik zeg net dat daar... Was dat daar nou niet? Wel? Niet? Misschien? Nee, vast niet. Vast niet. Ik zit waarschijnlijk aan iets anders te denken. In ieder geval, eventjes een stijlvolle sprong, speciaal voor jullie. Waarom dat ik dat doe, ik heb geen idee, omdat het stijlvol is. Who needs bullet bills? Oh, dat was puur bij accident. Geef me de maan. Er zit een... Oh, wacht wel. Tuurlijk! Ah, wil je stijlvol zijn, weet je wel, en dan gebeurt dat. Voor de tweede keer. Dit is niet meer zo interessant.
borgje in een kist. Nou ja, weet je wat? We doen nog een keertje zo stelvol terug. Ik weet niet wat daar kapot ging en het boeit me weinig. Zo erg ben ik gekwetst. Speedrun tactics. Al ben ik niet zelf echt een speedrunner, maar... Ik heb wel de moves voor sommige stukjes om eventjes een beetje te speedrunnen. Yay! Ik heb me eigenlijk echt nooit als een speedrunner eigenlijk gezien. Dus er zijn wel eens sommige dingen die ik heb gedaan als speedrun, maar... Ja, om mijn eigen nou echt een speedrunner te noemen, nee. Hallo. Ik hou ook echt van de muziek gewoon, dat de muziek ook gewoon 8-bit in één keer wordt. Oeh, jammer. Kan ik dit nog even snel? Oké. Ik bedoel, er zijn nog steeds goede dingen die Nintendo doet, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is alleen zo jammer dat het zo vaak half gebakken is. Hidden Maan. Yay. Ja, deze die kan ik alvast gewoon meepakken, weet je wel. Het is zo makkelijk om ze gewoon even alvast mee te pakken. Hier, gratis maan. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er niemand voor in elkaar te slaan. Het is gewoon, poef, maan. De hoogste toren, yay. Ik bedoel, serieus, hoeveel maanden hebben we nou deze aflevering? Die is nou 6 minuten bezig, zoiets. Monster kussen met zand. Ja, dat is leuk als je er eentje gaf, weet je wel. Maar ik bedoel, we hebben ondertussen al 6 maanden of zo, 7. En nog geen 7 minuten. Oké, 5. 5, vooruit, 5. We hebben er 5. Maar ik weet zeker in aflevering 3, dan gaan we er veel hebben. Oké, in ieder geval... Deze blokken die kunnen trouwens gebroken worden door deze dingen. Wie kent ze nog? Ach, die hadden we in Mario Galaxy 2 ook. Hé, jongens, ik ben me al te aware van Mario Galaxy. Waarvan dat de meesten mij nog steeds eigenlijk van kennen. Nou, YouTube, ik doe weer Mario, hoor. Ik hoop dat je er blij mee bent. Overigens, waarschijnlijk willen we deze kant op. Dat lijkt me niet zo'n veilige plek namelijk om daar te blijven. Oink. Oh jee, van achteren! Oh boy, de dodging skills are real. Dan moet ik zeggen dat mijn favoriete wereld hier, want waarschijnlijk is dat ook al een vraag, dat is iets waar we nog lange na nog niet gaan komen. We komen er echt wel, maar voorlopig nog niet. In ieder geval wat dus heel erg grappig is, nou ja, maanstukjes in het zand. Dat was de hint die we kregen. Als je deze dingen overneemt, kun je hidden platformen zien. En ja, kijk uit, want het paarse gif, insta-death. Daar wil je echt voor uitkijken. Hallo, niet wegrennen voor mij, alsjeblieft. Niet aardig. Kijk, hier heb je er ook nog één voor paarse muntjes. Ze zijn in ieder geval stekelproof, dat is fijn. Oh, voorzichtig. Je kunt niet springen met die dingen, dat is dus ook wel grappig. En ja, de pet kan trouwens ook muntje pakken, dus... Je dan vast. Ook wel grappig hoe dat het opslaat, weet je wel. Oh, wacht even. Shit, wat nu. Zo. Die voetsporen, waar was hij naar op weg? Ja, waarschijnlijk naar Hilversum, weet ik veel. Klik, klik. Even kijken, want volgens mij. Zo wel grappig, hè? Want het zijn maanstukjes inderdaad. En we hebben er dan nou 2. Daarachter ligt er 1. Misschien daarachter al waarschijnlijk. Bowser was gewoon chagrijnig. Houd daar maar op. Daarboven zit er één. Volgens mij zitten de andere twee daar helemaal boven op de pilaren. Boink. You dingus. Het grappige is, weet je wel, je zou eigenlijk die dingen dus mee naar boven moeten nemen. Maar waarom? Ik bedoel, ik ben tenslotte trainer Stevie. Dus ik heb geen, routebegeleiding nodig. Ik heb geen zweethandjes nodig. I know where to go! Nou heb ik geen idee meer. Echt serieus, ik weet niet meer. Echt tussen cactus of zo? Is in die trend? Kan ik hem niet? Nee, wacht hoor, heel eventjes. Ik zit namelijk met... Het geluid wordt gelukkig wel goed opgenomen, daar ben ik wel heel erg blij om. Maar heb ik dus een oortje in, waardoor dat je dus geen echo hebt van het geluid. Daardoor moet ik dus wel een beetje vooruit hangen. Krijg je een gigantische kramp in je nek van. Tenzij dat ik dus echt 5 kilometer naar voren ga of zo.
Dan zit ik niet meer goed bij mijn microfoon. Issues. Oh, even. Ja, jullie moeten heel erg stiekem zo naar voren te schuiven, waarom ook niet? Maanstukjes in het zand, yay! Paniek op de piramide! Help! Oké, die help is eigenlijk onrelevant, want ja, dus, laat zien. Iets in die trend. Mario, wees eens niet zo naastellig. Oké. Hierheen. Ja, wat zou jij graag willen? Dat interesseert niet. Nogmaals, alle sidequests gaan we pas doen op het moment dat we hier de main story klaar hebben. En dat we dus op manenjacht moeten gaan. En dit is eigenlijk best wel heel erg hilarisch. Dat je hier dus gewoon een auto hebt, weet je wel. Die hier dus staat. Gewoon echt een auto zoals dat wij hem kennen. Je kunt op die motorkap springen. Hartstikke leuk. En goh, wat zou deze Sparkle zijn? Een maan. Van een taxi gevallen. Nou, volgens mij is hij niet van een taxi gevallen. Volgens mij is er een taxi gewoon hier hartstikke dood gegaan. Hallo, ik weet nog niet. Stammen jullie af van de Shy Guys? Ik bedoel, het ziet er naar uit of jullie van de Shy Guys af zijn of iets. Niet, dat weet ik veel. In de omgekeerde piramide. Nou ja, ik weet in ieder geval dat er hier wel een paar secrets zijn die we gelijk mee willen nemen. Want anders wordt het nogal lastig om hier dadelijk terug te gaan komen. En dat kost alleen maar extra tijd. En daardoor moet ik weer extra gaan editen. Het voordeel is, tot nu toe heb ik nog geen één knip hoeven te doen. Dus ik vraag mij toch af, weet je wel, van ja, wanneer gaat het fout? Wat wordt onze eerste dev? Wanneer denken jullie dat de eerste dev gaat komen? Waarschijnlijk dat ik iets te snel probeer te doen. Dat ik dus daardoor ga falen. Yay. Speedrun Tactics! Doing, 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 doing. Haha. Zo. En dan boven. Dit is allemaal niet zo moeilijk. Wacht even. Hebben we nou helemaal geen muziek? Beetje ruis hoor ik. Is Link op zijn Ocarina aan het spelen of zo? Oh boy. Hey. It's a secret to everybody. Give me the money, give me the money, give me the money, give me, give me, give me, give me, give me. We hebben veel te kopen, dat weet ik nou al. Het probleem is echt dat ik geen volumeknop heb op. Dat is een beetje een nadeel. Zo. Oké. Ik moet daar eens even voor me openbreken, ja? Volgens mij staat hier een secret to everybody. Nou ja, deze is nogal obvious, laten we eerlijk wezen. Kom eens even. Hallo, kom eens. Hi. Mooi eentje even komen. Zou fijn zijn. Hallo. En dit even opblazen voor me. Dankjewel. Oh, ik dacht dat dat gelijk een maan zou zijn. Want wat we eigenlijk willen doen, is er is hier een secret. Ah, oh boy, oh boy, oh boy. Dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Nee! Maar ja, de kracht van de video editing die is er nog steeds. We willen hier naartoe. Dat wou ik jullie laten zien. We hebben onze eerste dev gehad. Yay! Is dit de secret? Kijk, en dit soort secrets, dat vind ik dan weer wel waard, weet je wel. Alleen het probleem is, de manen die stellen eigenlijk helemaal niks voor. Want ja, je hebt een maan. Maar zoveel manen, weet je wel. Volgens mij heeft dit spel er gewoon echt 999. Ik weet niet precies of dat echt, volgens mij 800 echt geplaatste. En de rest, weet je wel, ja, die kun je eindeloos kopen van coins of zo. Iets in die trend. Nou, laten we deze weer eventjes kopen, weet je wel. Want die dead, hij telt gewoon. Hij telt gewoon, kom er niet onderuit. Ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon keihard gefaald, zullen we maar zeggen. Kom hier.
in mijn boelbel. Unbelievable! Boink! Trouwens, deze dingen die boven die vind ik ook altijd wel leuk. Ik weet niet waarom, maar ze hebben iets. Ik weet niet waarom, maar... Weet je wel, je kunt... Ze doen niks. Ik heb hier als de eerste keer dat ik dit speelde, dacht ik echt van, hier zit een secret of zo, weet je wel? Dat ik echt zoiets had van, oh, mijn oortje valt uit. Even wachten. Ah! Tot hier een... Nou, mijn oortje wil nu blijven zitten. Blijf zitten, verdurie. Maar dat, ja, als je alles had verslagen of zo, weet je wel, of alles in één troop kon doen, dat je dan een maan zou krijgen of zoiets, maar... Of een one-up die ze niet meer hebben. Maar goed, boss time. Och jee, daar komen ze weer aan, hoor, de evil bunnies. Zoek naar de schattering, sukkelhof. De baas heeft hem al. En jullie zijn niet uitgenodigd voor de bruiloft. Och, dan moeten we met deze snol te maken hebben. Snolly! Nou, Snolly die gaat met bommetjes gooien en die bommetjes die wil je returnen. Auw. Dat deed ik verkeerd. Doen we nog een keer. Kom maar. Beetje afstand houden. Terugslaan. En... hoofdpijn bezorgen. Oh, het is grappig hoor. Wat een lol, wat een lol. Nou, het grappige wat je dus eigenlijk wil doen, is je wil eigenlijk voor de neus dus staan. Die kan ik nou niet echt plaatsen, dat vind ik wel jammer. Die wel, hoppakee. Als je voor de neus gaat staan, dan kun je er heel erg makkelijk raken. Rent ze te makkelijk voor je weg, dan kun je er ook nog eens een keertje vlammen met nog een keer je petten gooien. Ik weet niet wat er zo grappig is hoor, maar... Jeetje. Oké, ik moet echt iets anders verzinnen voor die oortjes, want echt, mijn oortje die wilde altijd, maar dat blijft altijd vallen. Oh boy. Kom hier. Point. Nee. Badoof. Bidoof. Badoof. Ah. Waarom bunnies? Ik vind het nog steeds niet leuk. Nou, het is wel grappig dat een, ja, baas een trippelmaan beslaat, weet je wel, maar trippelmaan, ja, ja. Multimaan. Het is wel eigenlijk grappig hoe dat ze er even zo bij blijven hangen, echt zo van, ja, zullen we maar iets gaan doen? Zo. Kom weer terug hier, wat leuk. Kijk nou toch eens, dat ding gaat de lucht in. Hoe kan dat? Die voordeel heeft ons helaas een beetje vertraagd. Maar we hebben wel weer wat marihuana gevonden. Huh? De omgekeerde piramide die zweeft in de lucht. En het is nog kouder dan eerst. Jij denkt dat Bowser hierachter zit? Wat een vervelende gast, zeg. Jo, dan roepen wij al sinds 1985, geloof ik. Echt, jullie dachten dat ik oud was. Hoe oud denk je wel niet dat Bowser ondertussen is? Of ja, toen heette die King Koopa vooruit dan. In ieder geval, dan kan ik jullie het warpen laten zien. Want we moeten dus nou hier naartoe. Je selecteert gewoon de vlag waar je naartoe wil en je drukt op A. It's that simple. En je warpt er gewoon naartoe. Je kunt gewoon warpen naar vlaggetjes. Super handig. Want ja, de ijs blokkeert dus nog steeds eigenlijk van alles. Of moet ik zeggen, ijselijk van alles. Oh, die was zo slecht. Sorry daarvoor. Eens even kijken. Hoppakee, dan gaan we deze. Wat ook trouwens heel erg leuk is, en waarschijnlijk hebben jullie dat al 25 keer geschreeuwd in de reacties van... Stevie, weet je dat je dit ook kan doen? Ja, ik weet dat je ook kan rollen. Rollen is leuk. Wee. Grappig is ook nog eens een keertje. Je ziet hier dus nou een gigantische beam of light vandaan komen. Je wil hier dus gewoon naar beneden springen. Oh!
Hallo. Als je deze warpipe ingaat, dan ga je weer terug naar boven toe. Dus het is niet zo dat als je erin springt dat je dit moet finishen voordat je weer verder kan. En het is hier een beetje slipperig. Hallo. Het punt is eigenlijk wel... Auw. Ik zal aan mijn timer te kijken. Ja, het is weer echt van ouds, weet je wel. Van ik gebruik zelfs weer mijn timer. Zo erg is het. Mario, wees niet zo'n aansteller. Niks mis met koude temperaturen. Je doet echt net alsof dat je er dood aan gaat. Oké, in sommige Mario games ging je er daadwerkelijk dood aan, maar hier valt het allemaal reuze mee. Hey, jij moet even op je beurt wachten, ja? Ga je zo wel vervelen. Goed, span je terug. Oh. Goomba? Uh-oh. Dat kan misschien ook een probleem gaan opleveren. Wat grappig is, je hebt dus verschillende quests die je kan doen. Eén daarvan is dus... ja, wees een Goomba-toren. Ah, ik denk niet dat die ene Goomba je echt veel uit zou maken. Misschien toch wel? Wie weet. Kijken. Spring op het goede moment. Au, verkeerde moment. Ah, dat was bijna... Ja, het maakt wel uit. Oké, we gaan heel eventjes die Goomba ophalen. Dat is handig. Deze voetjes te glijden helemaal niet meer op het ijs. Nee, klopt. Nou, trouwens, wacht, kijk hier nou eens. Kom die Goomba's. Wat leuk. Boink. Ik bedoel, we zouden die ene nog wel op kunnen halen, maar dat is nergens voor nodig, jongens. Ja, als je hier nou springt. Yay! Kijk wel uit dat je ze niet per ongeluk kilt. Oh, gelukkig, dat doen we niet. Want er zijn hier wat paarse muntjes die we alleen maar met deze Goombas te pakken kunnen krijgen. Trouwens, in dat blok wat je daar zag, daar zaten alleen maar wat gewone muntjes in. Daar is wel heel erg veel vol. En onder ons, weet je wel, daar zie je dus hoeveel maanden dat we nog nodig hebben. We zouden nog 3 maanden nodig hebben. Maar dat negeren we maar gewoon. Want we gaan niet weg voordat we alle mogelijke manen die we hier kunnen halen, voordat we die hebben. De completionist in mij, die schreeuwt daarom. Oké. Okay. Wel leuk dat ze daar zo'n bloemetje neer hebben. En tot ik echt zoiets heb van, met die bloemetje ga ik dan niks doen. Kom hier. Wel leuk hoe dat ze nou een petje op hebben. Haha, ik ben een bloemetje met een petje op. Niks daarvan. In ieder geval gaan we hier rechtsaf. Er zit hier een secret. Altijd wel leuk om te weten. Boing. Boing. En nee, deze secret heeft niet alleen met mijn muntjes te maken. Er zit namelijk ook nog een keer een hidden maan. Dus. En ook al is dat hoog. Even kijken of ik dit goed kan timen. 1, 2, 3. Oh. Nou, kom op. Dit is ook zonde dat te doen. Nee, jullie hebben het verpest. Ik kon het doen met een wall jump. Je kunt heel erg hoog springen. Demonstreer ik nog wel op een andere keer. In ieder geval. Extra maan. De schat in de ondergrondse tempel. Wat leuk. Trouwens, probeer hier niet zeg maar, op zo'n ding te landen. En dan weet je wel daar tussendoor te gaan. Want ja, daar tussendoor. Dus aan de andere kant er zit niks. Geloof mij maar. Want het is weer tijd voor nog een baas. Diep in de ondergrondse tempel. Het is wel eigenlijk grappig hoe dat we hier nou echt onder de woestijn zitten. Want net zagen we dus een soort van, ja, de multimaan, die zagen we al, weet je wel. En nu zien we het hoofd van die locatie, is eigenlijk best wel grappig. Kom hier. Nadat we bullet bills hebben geleerd. Waar is mijn ring? In je neus. Oké. Auw. Altijd zo leuk als een baas ook nog een keertje ouw zegt. Deze baas, ja, ja, zoals je al ziet, ik ben weer veel te snel. Maar deze baas die vindt het heel erg leuk om dus met zijn handen te gaan wapperen. En je wil dus zorgen dat hij een blok ijs raakt. En raakt hij een blok ijs, dan roept hij ouw en dan kun je dus een van zijn handen overnemen. Best wel een makkelijke baas. Ik vind het wel grappig hoeveel verschillende bazen dat er ondertussen wel niet is met dit concept. Weet je wel? Dat je dus 2 handen hebt en een gezicht en dat je daaraan eigenlijk dus de baas moet bevechten. Ach, heeft hij het pijn gedaan. Ook wel grappig hoe dat hij dus met ik weet niet hoeveel stenen gaat lopen schieten, maar je wil hem gewoon recht in zijn gezicht mappen.
Raak je zo'n steen, ja, dan raak je alleen je momentum kwijt. Het is niet tot dat damage doet, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Yay! Uh-oh. Ik dacht ook eroverheen kon springen. Flame! Daar gaat mijn no-hit run. Uh-oh. Handje klappen, die is wel irritant. Hij lijkt best snel met in zijn handen te klappen. Wee! Oké, okay, kom maar. Kom maar. Oh, nee, dan ga je dat. Auw. Oh, jeetje. Wordt dit een eerste death als we dat ding niet zouden hebben? Zigzaggen. Biff! Ik vind het wel eigenlijk best wel zielig voor hem. Zijn ring wordt gejat door Bowser en wij vermoorden hem gewoon cold-bloodedly. Je hebt een multimaan! Hoezee. Nou, we hebben één maan nu extra. Oh, wat een hitte nu. Maar dat was ook precies de bedoeling. Laat het tempo erin houden en achter Bowser aangaan. Nee. Hebben we al genoeg maan om naar het volgende rijk te gaan? Als je hem op de wereldbol gooit, kunnen we het zien. Nee, dat kunnen we al zien in die tekst daar. Mooi, je weet wel, onder de muntjes en paarse muntjes kunnen we dat al zien. Maar dat wil niet zeggen dat we dat gaan doen. Wij gaan nog heel erg veel manen. Nou ja, ja, echt heel erg veel manen. Gaan we nog ophalen in dit gebied. We zien er al eentje eigenlijk voor onze neus. En het lijkt erop dat we genoeg manen hebben. Hou je mond, we hebben nog langer na niet genoeg manen. Deze twee hier. Heb je amiibo's? Ik heb een paar amiibo's hier bij de hand liggen. Mocht ik er een paar vergeten zijn van, oh, waar waren die ook alweer? Dan kun je hier amiibo's scannen en dan krijg je op de map een kruisje te zien waar een maan zich bevindt. Hoe dat je die maan te pakken kan krijgen, ja, dat is nog altijd dan het raadseltje. Maar ja, jullie kijken deze Let's Plays, dan komen jullie echt wel achter over hoe dat we de maan te pakken krijgen. Deze doet praktisch hetzelfde, alleen kost 50 muntjes per maan. Op het moment dat je alle manen hebt gehad, dan zullen hun zeggen van, we kunnen geen hints meer geven, want je hebt alles al. Dus zeker wel eigenlijk handig om te weten. Maar goed, ik hoop dat jullie dit een interessante aflevering vonden. We hebben eventjes door deze wereld heen gerust. Maar in de volgende aflevering gaan we dus zoveel mogelijk manen proberen te halen in zo'n kort mogelijke tijd. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like natuurlijk achter. Als je daar de tijd voor hebt, laat een reactie achter. In onze beschrijving al onze links. Voice Acting Geek, Discord, Twitch. Alles staat erop. En ben je nieuw tot het kanaal en ben je nog niet gesubscribed? Klik op dat subscribe dingetje. En ja, dan ben je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video komt. Tenminste, zo ging het in mijn oude tijd. Mario, stel je... Ja, je bent... Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is nou weer veel te warm. Het lijkt wel de herfst hier nu op het moment. Ik serieus, het is hier nou nog steeds 28 graden. Dan ben je gewoon niet vrolijk van. Maar goed, ik zie jullie in de volgende aflevering. Tot dan, jongens.